Familie, vrienden, kennissen en collega's hebben gisteren de laatste eer bewezen aan radio-icoon Roué Hedwig James Hupsel. Dit gebeurde tijdens de rouwdienst in het Jagdeel Paraag crematorium, waar hij vervolgens is gecremeerd. Hupsel, die in de jaren 70 zijn carrière begon onder leiding van André Kamperveen, was de oudste actieve omroeper van Suriname. Veel vrienden en collega's hebben de mooie herinneringen die zij met Hupsel hebben gehad, gedeeld tijdens de rouwdienst. Lindsay Carwofodi, omroepmedewerker bij EBC, die samen met Hupsel bij de SRS heeft gewerkt, vertelde hoe zij samen over de jaren heen een familieband hebben opgebouwd. We hebben door de jaren heen geweldige tijden samen gehad. We komen geregeld bij elkaar om bij te kletsen. Roué maakte ook deel uit van deze unieke familie. Roué hebben we ervaren als een echte levensgenieter. Hij heeft op zijn eigen manier genoten van het leven. Roué was altijd te vinden voor gezelligheid. En waar er gezelligheid was, was er ook lekker eten. En daar was Roué zeker voor te vinden. Als Roué bezig was met zijn bordje, mocht de wereld hem gestolen worden. Hij was zo gefocust, dat ook al Atori en we over hij had het niet eens door. Hij was druk bezig. Directeur Ernie Enig vertelde dat hij als kleine jongen de stem van Hupsel hoorde op de radio. Toen hij Hupsel daarna tegenkwam bij Radio EBC, heeft hij veel van hem mogen leren. Enig omschreef Hupsel als een levensgenieter en een filosoof. Als je veel met Roué gebabbeld hebt en hij het nooit gehad heeft met jou over buitenaardse wezens en aliens, dan heb je niet veel met Roué gesproken. Dat waren onderwerpen die heel veel langskwamen. En if Yunanga Roué Takfuru, en hij dat hij op één dag jarig werd met Michael Jackson, daar heb je niet veel met Roué gesproken. Dat waren ook de dingen die heel vaak eruit sprongen. En ook het lezen. Ik was vanaf ik kon lezen lid van CCS Bibliotheek. En toen ik met Roué kennis maakte, 15 jaar geleden, vertelde ik dat aan hem. En hij zei van, hé, mi lees alle boeken op CCS ba. Heel goed. En zo hebben we over heel veel dingen kunnen babbelen in de afgelopen jaren. En ja, Roué is uniek. Zijn stem ja, is one in a million, zijn presentaties. En de wijze waarop hij zich kon verplaatsen van generaties naar generaties van muziek was ook uniek. EBC was gisteren om 5 uur uit de lucht voor 1 minuut ter ere van radio-icoon Roué Hupsel. EBC-directeur Henk Kamperveen haalde aan dat hij Hupsel afgelopen zaterdag nog een bezoek bracht op zijn ziekbed. De radio-icoon overleed afgelopen maandag. Het is moeilijk, ook voor mij en ook voor hem. We kennen elkaar al heel lang. Niet vandaag, niet alleen maar in een werkrelatie. We zijn vrienden geweest in de tijd van Amsterdam. Heel lang, feest, elkaar op feesten ontmoet. Hele gezellige tijden samen meegemaakt. Dat maakt het natuurlijk nog moeilijker om afscheid te nemen. Maar ik heb wel afscheid van genomen, bewust. Roué heeft ook aangegeven tijdens het gesprek dat hij heel tevreden en trots was dat hij gekozen heeft voor de radio. Radio was zijn passie. Hij heeft heel veel mensen, luisteraars, kunnen amuseren met wat hij deed en hij had zelf een heel goed en goed gevoel erbij. Naast dat hij mediaman was, begon Hupsel in 2001 ook met het schrijven en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Voor zijn boek Blinde Muren kreeg hij in 2004 een schaduwprijs. Roué Hupsel werd 79 jaar en laat 3 kinderen achter. Morgenavond organiseren vrienden en collega's een speciale hommageavond voor zijn nagedachtenis.